Yes, welkom en tof dat je weer kijkt naar Day One. Mijn naam is JJ Boske, maar dat wist je ondertussen volgens mij al. Vandaag gaan we weer een nieuwe tatoeage laten zetten. Dit keer hebben we een vrouw. Het is een beetje donker en onguur weer, maar zij maakt de zon. Zij komt de zon brengen. Ze heeft meegedaan aan Temptation Island. Haar naam is Vanetta en vandaag gaat ze dus een tatoeage laten zetten. Hier, yes, bij Custom Tattoo in Amsterdam. Let's go. Ja, Vanetta, we hebben de rode stoel verwisseld voor, ja, dit is Cordel zijn martelstoel. Waarom heb je voor deze tatoeage gekozen? Ik wou altijd eigenlijk al een boeddha. En ja, een boeddha moet je ook krijgen natuurlijk. Ja. Je kan nooit zelf halen. Oh shit, daar heb je goed over nagedacht. Jij krijgt deze boeddha van mij. Ja, daarom. Je weet dat je deze tatoeage dus van mij krijgt. Dus je hebt mijn cadeau eigenlijk nu altijd voor altijd achter op je rug staan. Ja, klopt. Zo altijd aan je denken. Zie je, dat is hoe ik de vrouwen verleid. Misschien moet ik meedoen aan Temptation Island. Wie weet. Nooit, zei hij dat in het echt. Ik ga daar zitten. Kunnen we wat makkelijker praten. En dan zeg ik, Cordel, let's go. Nou, dat is te doen hoor. Is dit te doen? Ja hoor. Is een makkie? Ja, dan naar het begin. Ik weet niet hoe het later voelt. Hey, we hebben net bij Concentrate Bolt hebben het over al jouw tatoeages gehad. En jij hebt natuurlijk meegedaan aan Temptation Island. Dacht je niet bij jezelf, ik laat daar een tatoeage voor zetten, want ik zie hier wel een paar palmboompjes. Ja, klopt, dat is deze eigenlijk. Is dat die? Dit wist ik niet eens. Ja, klopt. Wat bedenkt het? Ja, omdat ik twee keer heb meegedaan. Oké. Is dat nu iets wat nog steeds altijd speelt? Word je altijd herkend daarvan? Want het is natuurlijk echt een mega succesvol programma. Hoe gaat dat nu? Voor mij is het eigenlijk gewoon een boost voor mijn carrière geweest. Ja, want je was danseres. Ja, of klopt. Ben danseres. Ja, nog steeds. En nu wil ik ook bij gaan zingen en performen. Ik krijg alleen DM's van mensen. Sommige rare DM's, maar voor de rest eigenlijk niet. Rare DM's? Nou, zullen we daar eens over gaan hebben? wat is dan bijvoorbeeld de raarste DM die je hebt gekregen? Dat iemand stuurde mij een berichtje. Van, wil je alsjeblieft voor €500 mijn vriend testen of die wel te vertrouwen is? Dan moest ik hem gaan berichten, DM'en, sms'en of zo. Dat hoefde ik alleen maar te doen. Dus dat heb jij gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Nee. Dus dat gaat wel echt te ver. Maar krijg je dan ook bijvoorbeeld veel dickpics en dat soort dingen? Gelukkig maar in totaal 4 van gehad. Dus oh, je hebt ze wel bewaard, gewoon zodat je nee, altijd weet. Nee, zeker niet. Wauw, maar is dan sinds Temptation Island, zijn er dan ook bijvoorbeeld bekende mensen bij jou je DM ingeslijt? Valt wel mee. Ik heb wel volgens mij soms dat voetballers of zo berichtjes sturen, maar dan denk ik van ja, is niet meer nodig. Voordat je begon met Temptation Island had je wat, 10.000 volgers? 1400 volgers. 1400 volgers voor Temptation Island. En hoeveel volgers heb je nu? 156.000. Dat is meer dan ik. Oh echt? Ja, dat is wel heftig. Ja, hoe klopt. Ga je daar dan mee om ineens met die plotselinge veranderingen en fame? Heeft dat je geraakt? Nee, ik ben eigenlijk sta er heel nuchter in. Mij interesseert het me niet zoveel, maar ik vind het ook gewoon leuk dat ik nu ook positieve berichtjes krijg. En dat mensen zeggen, ja, je bent echt mijn voorbeeld. Ik weet alleen niet waar dat vandaan komt als je meedoet aan Temptation. Maar misschien dat mensen toch inzien hoe ik echt ben op sommige filmpjes als ik uitgenodigd word voor YouTubers. En daar kan ik meer mezelf laten zien. Wat is dan de perceptie die mensen van jou hebben? Want waarschijnlijk gaan hier ook onder het filmpje reageren. Weet je wel, hoe kijk je daar tegenaan? Want je krijgt natuurlijk ook wel wat haten voortduren. Het valt nog wel mee, maar het meeste wat je krijgt dan door Temptation is wel sletje of zo. Maar ik krijg ook wannabe black over me heen en dan denk ik... Wat krijg je wannabe black? Ja, dat ik graag donker wil zijn. Omdat ik mijn borsten heb laten doen, mijn lippen opspuit en pruiken opdoe. Maar wat raakt jou dan het meeste als je daar eerlijk in bent? Dat mensen eigenlijk nog niet precies weten wie ik ben. En dan gewoon oordeel hebben van ja, gewoon sletje en zo. Want ik krijg voor de rest niet zoveel. Maar dat denk ik, je kent me niet. Nee. Je ziet alleen maar Temptation. En waarschijnlijk is je zus of je vriendin gaat vaker met meer mannen naar bed dan ik. Klopt, maar Temptation, laten we realistisch en eerlijk tegen elkaar zijn, is natuurlijk ook niet het meest... Nee, klopt.
Je gaat daarheen om relaties uit te maken. Ja, dat was niet mijn doel, maar dat is wel de bedoeling. Wat was jouw doel dan? Mijn doel was eigenlijk gewoon chillen en op vakantie gaan en nieuwe mensen ontmoeten. En ik heb er ook heel veel leuke mensen aan overgehouden. Maar wist jij waar je instapte voordat het begon? Niet helemaal. Nee? Nee. Hoe gaat dat daar dan? Dat vraag ik me altijd af. Je komt aan? Nou, eigenlijk, we wisten helemaal nog van niemand wie meedeed. Ik heb alleen toen de Nederlandse meisjes gezien op Schiphol, de verleidsters. Uiteindelijk krijg je dus een shot dat je de koppels tegenkomt, of ja, moet zien. En die zie je dan ook pas echt daar. En weet je dan ook meteen van, oké, hier zit geen man tussen waarvan ik denk, nou, daar kan ik het op. Ja, nou, dat had iedereen eigenlijk. Ze dachten eigenlijk, ja, stuur ons maar weer naar huis, want dit wordt niks. Echt? Ja. Maar ik heb het vooral heel leuk gehad met de meiden. Ja. Cordel is wel een groot fan. Nee. Dus Cordel kijkt alles. En toen hij ook hoorde dat jij kwam, toen was hij in extase. En nu mag hij me tatoeëren. Het is voor jou een grote stap geweest. Het heeft jouw carrière geholpen. Maar er zijn ook een paar mensen die zijn er een stukje minder goed uitgekomen, toch? Ja, klopt. Tim. Wie is Tim? Oh, Temptation. Temptation, ja. Was Tim echt zo daar ook? Of? Ja, helaas wel. Wij schrokken er zelf ook van, hoor. Hij was ineens 180 graden gedraaid. Even Temptation afsluiten. Op een gegeven moment zijn we daar ook klaar mee. Je bent verder met je carrière. Je bent weer lekker aan het dansen. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik wil heel graag zingen erbij. Omdat ik een danseres ben, wil ik heel graag performen. Ja? Ja, gewoon groot worden en hopen dat ik gewoon mensen kan laten zien wat ik kan. Want ik heb veel meer in me dan alleen mooi zijn. Ja, dat snap ik wel. Heb je dan ook al een nummer? Ben je al bezig met recorden? Ja, ik heb al wel een nummer. Echt? Ja. Kan je al wat laten horen? Ja, als je mijn telefoon pakt. Ja? Heb je ook een featuring erop? Ja, met James. Oké, dus is dit de primeur? Ja, een primeurtje. Je hebt hem nog niet online gegooid? Nee, nee, nee. Kijk, dat is wat we willen. We willen primeur. Aan jou de eer om op play te drukken. Aan mij de eer om op play te drukken. Juanetta Fox, featuring James Francis Blessing. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik wel verrast ben. Jawel, toch? Ik vind het heel vet, stiekem. Thanks. Ja, nee, dat wil ik horen. Ja, klinkt heel goed zelfs. Dit zou wel eens wat kunnen worden. Jawel, toch? En met een dope clip erbij, waar mensen ook kunnen zien dat ik echt goed kan dansen. Ja, maar dat kan je. Ja, daarom. Maar ik moet het nog laten zien. En dan, wat is dan het ultieme doel voor Juanetta? Ben je dan nog Juanetta uit Temptation of probeer je dat dan helemaal weg te vagen? Dat probeer ik helemaal weg te vagen. Dus eigenlijk is dat dan een opstapje voor je geweest? Ja, klopt. Wat is iets wat mensen niet van jou weten? Ja, ze weten eigenlijk heel veel niet van mij. Want ik ben zo'n ander persoon dan het meisje van Temptation. Ja. Wat is het verschil dan tussen de Juanetta van Temptation Island en de Juanetta die hier nu zit? Ja, je ziet me daar eigenlijk alleen maar leuk, vrolijk, verleidelijk, mooi doen. Maar ik ben eigenlijk... En thuis ben je lelijk, depressief Nee, dat niet. Maar ik ben een heel gevoelig persoon. Ja. Ik ben ook super behulpzaam eigenlijk. Ik zet normaal mensen eigenlijk ook op de eerste plek dan eigenlijk mezelf. Ja. Nu langzamerhand doe ik dat mezelf op de eerste plek zetten. Ja, is ook iets wat je moet leren. Ja, klopt. Maar dat weten mensen allemaal niet van mij. Oh, wauw. Mooi geworden, is dat net? Zo. Wow. Ja. Ja, mijn stoel zat in je Ja, het is niet het meest sexy, maar de tatoeage is wel heel mooi. Cordel? Grappie, hij is echt weer fantastisch mooi geworden. Ben je er blij mee? Super blij mee. Ik ben blij dat je al je verhalen met ons hebt gedeeld. Ik vond het super gezellig. En ik snap dat jij denkt, maar ik weet nog iemand die ik graag in die stoel wil hebben zitten. Laat even weten in de comments. Gooi even een likeje, vergeet niet te abonneren. Je kent al die shit wel. Doe het even. Bedankt voor het kijken. Ga ook nog even naar Concentrate Bold, want daar heb je alle verhalen over haar tatoeages. Zie je later. Dit was wat Day One. Ciao. Ciao.